Eergisteren was het precies 12 jaar geleden dat marktkoopman Alex Koppel werd overvallen. Hij werd thuis door 3 mannen overmeesterd, met een moker op zijn hoofd geslagen en raakte zwaar gewond. In 2007 overleed de marktkoopman zonder te weten wie hem in 2003 zo zwaar hadden toegetakeld. Maar er is hoopvol nieuws voor zijn nabestaanden, want door nieuwe informatie is de zaak nu heropend. De Dappermarkt in Amsterdam. Al meer dan een eeuw een van de bekendste dagelijkse markten in Nederland. Deze plek was jarenlang het domein van Alex Koppel. Mijn vader stond zijn hele leven op de markt en verkocht voornamelijk dames- en herenkleding. Hij was zeer bekend persoon op de markt. Vroeger dat je naar Ajax ging, dan kon je ook een voetbalkaartje bij hem kopen. Het was gewoon een regelneef van alles. Een heel sociale man. In het voorjaar van 2003 is hij 69 jaar oud, maar nog altijd aan het werk. Hij heeft een eigen kledingkraam, waar zijn personeelsleden iedere ochtend al vroeg beginnen. Alex zelf begint iets later. Meestal is hij er in de loop van de ochtend. In mijn jonge jaren stond ik met mijn vader Alex ook op de Dappermarkt. Dat is een leuke ervaring voor mij. Als jonge leer je daar heel veel van. We deden heel veel dingen samen. Als ik wat niet wist, kon ik het altijd hem vragen. Dat was fijn. Als Alex niet op de markt is, dan is hij thuis aan de plantage Muidengracht, vlakbij Artes. De marktkoopman huurt een appartement op de 3e etage. Sinds de scheiding van zijn vrouw woont hij er alleen. Alex was iemand van een andere generatie. Hij had heel veel vertrouwen in de mensheid. En waarschijnlijk heeft iemand daar misbruik van gemaakt. En dit is het resultaat. Maandag 12 mei 2003. Rond 9:45 maakt Alex zich op voor een dagje Dappermarkt. Maar als hij zijn appartement verlaat, komen er 3 mannen op hem af vanaf de zolderetage. 3 van die gasten duwden hem naar binnen. Ja, hij viel op de grond tussen de bank en de wandmeubel. En daar begonnen ze op hem te slaan van geld, geld, geld. Ze pakten de hamer en ze sloegen op zijn hoofd. Want hij had hier op zijn hoofd een hele gat in zijn hoofd. Na de harde klappen met de hamer laten de daders Alex achter met een schedelbreuk. Ik zag een man liggen, want ik dacht van, dat is geen Alex. Zelfs zielig. Hoe kon zoiets gebeuren? Ondanks een uitgebreid onderzoek lukt het niet om de daders op te sporen. De oude is hier nooit geworden. Zijn wereld is een of andere manier in elkaar gezakt. Hij had geen zin meer in het leven. En zo liep hij tot zijn dood rond. En als Alex Koppel in 2007 overlijdt, weet hij nog steeds niet wie hem in 2003 zou hebben toegetakeld. Ons is belangrijk dat de gerechtigheid komt. Dat de daders gepakt worden. Dat is voor ons belangrijk. Want het kan niet zo zijn dat zoiets gebeurt. Je eigen woning, je eigen vertrouwde omgeving. Zoiets gebeurt en de daders gaan ermee vandoor. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Ja, zoveel verdriet nog na zoveel jaar. Maar mevrouw Isaaks, er is hoop in deze zaak. Ja, in de afgelopen periode hebben we nieuwe informatie binnengekregen die voor ons zo waardevol was dat we de zaak hebben heropend. En over die informatie kunnen we nu nog niks zeggen. Maar achter de schermen wordt heel hard gewerkt om deze zaak alsnog op te lossen. Laten we even kijken naar de aanknopingspunten. Wat was er eigenlijk bekend over die 3 daders die 12 jaar geleden hebben toegeslagen? Ja, we hebben Sumire signalementen. Ze spraken met een Marokkaans accent en waren destijds in 2003 tussen de 20 en 30 jaar oud. En wij hopen dat er mensen zijn die alsnog informatie met ons willen delen over deze daders. Mensen die toenertijd misschien niet met ons konden of wilden spreken, maar die nu wel in de situatie zijn om informatie aan ons door te geven. En wij hopen dat deze mensen snel contact met ons willen opnemen.
Ja, dat kan dus via de opsporingstiplijn of desnoods ook anoniem via M. Wat toen kon zijn opgevallen is dat die daders een duur opvallend Rolex-horloge van hun slachtoffer hebben meegenomen. Ja, tijdens de overval hebben ze dat gouden horloge van de pols van het slachtoffer gehaald. Dat is een vrij exclusief exemplaar. Dat is een Rolex Oyster Quartz. En het is daarmee ook een opvallend horloge. En er moeten toch mensen zijn die sinds 2003 weten wat er met het horloge is gebeurd. Of weten wie dat in zijn bezit heeft. Ja, dan is er nog een mysterie waar u thuis hopelijk duidelijkheid over kunt verschaffen. Die daders sloegen toe, stonden al klaar op de derde etage van dat pand aan de plantage Muidergracht. En het is nog altijd onduidelijk hoe die daders dat huis zijn binnengekomen. Voor de overval hebben ze zich verstopt op de trap van de derde verdieping naar de zolder of de zolder zelf. Om erachter te komen hoe ze zijn binnengekomen, heeft de politie destijds uiteraard de bewoners van het pand benaderd. Alex' buren in het souterrain en op de begane grond bleken niets bijzonders te hebben gezien. De eerste en tweede etage waren vanwege een renovatie onbewoond. En op de derde etage woonde slachtoffer Alex Koppel. Maar wie was de jonge vrouw die op de zolderetage verbleef? De politie heeft nog altijd geen idee wie zij is. Ja, waarom is het zo moeilijk om die vrouw te traceren? Ja, zij huurde die zolderetage destijds via via. En we hebben haar nooit thuis aangetroffen. We weten dus ook zelfs niet hoe zij heet. Want dat hebben we nooit kunnen achterhalen. En inmiddels zijn alle andere mensen die daar destijds woonden verhuisd. En dat maakt het voor ons lastig om haar identiteit te achterhalen. Nou, we hopen haar misschien wel vanavond te vinden. Want ze kan hele belangrijke informatie hebben. Omdat die daders dus mogelijk vanaf haar zolder naar beneden zijn gekomen. Ja, de daders hebben op de zolder of de trap van de zolder staan wachten tot het slachtoffer uit zijn appartement naar buiten kwam. Mogelijk heeft deze jonge vrouw op die ochtend iets gezien of gehoord. En daarom willen wij heel graag met haar in contact komen. Duidelijke oproep. Die jonge vrouw woonde in 2003 dus op de zolderetage van dit pand aan de plantage Muidergracht nummer 25 in Amsterdam. Wie is die vrouw? Maar belangrijker natuurlijk nog, wie zijn die drie mannen die deze marktkoopman toen van 69 daarover vielen. Help, denk mee via live.politie.nl of bel dus met een van onze tiplijnen.